Lieve kinderen van Amsterdam, lieve grote mensen van Amsterdam, aan al het goede komt een einde en dus ga ik de stad weer verlaten. Hoofdpiet heeft de sleutel van de stad 3 weken bij zich gedragen en gaat hem nu weer teruggeven aan de burgemeester van Amsterdam, die dan weer het komende jaar de sleutel van de stad mag hebben, waarna ik volgend jaar, en dat beloof ik, weer terugkom. En ik kom terug met een heleboel mooie, fijne pieten, waarvan er weer een heel extra aantal door de schoorsteen zal gaan. En ook af en toe even een lekkere warme douche zullen nemen. En volgend jaar komen wij terug met weer een ongelooflijk gezellige bijeenkomst in deze stad. Ik wil de burgemeester bedanken. Ik wil de burgemeester bedanken voor zijn gastvrijheid. En ik vond het ongelooflijk fijn om hier te zijn, burgemeester. Dank u wel, Sinterklaas. Wij zijn altijd een beetje verdrietig als u weggaat, maar we weten, u komt weer terug. U gaat nu voor het eerst met een helikopter weg. Maar ja, tradities veranderen, en dat is goed, dat tradities veranderen. Dus ik zou zeggen, een veilige vlucht, Sinterklaas. En ik begin nu alvast te verlangen naar dat u volgend jaar weer komt. Ja. Zorg goed voor uzelf en tot volgend jaar. Dank u wel. Piet, de sleutels. Dank u wel, Piet. Je bent er goed voor gezorgd. En de sleutels van de stad gaan terug naar de burgemeester. En beste mensen, in Amsterdam houden we van tradities. En ook om de tradities soms een beetje aan te passen. Vroeger ging ik per luchtballon weg. Nu per helikopter uit mijn geliefde vaderland naar mijn geliefde land Spanje. Om volgend jaar weer in mijn favoriete hoofdstad van Nederland terug te komen. Amsterdam. Burgemeester, dank u wel en tot ziens.